Deelnemers, start vrij. We gaan op voor de drie papegaaienprijs. Dames en heren, onze draverij aangespannen over het gras. 1900 en 1920 meter. Niet starter is de drie Mentalby Derby. En de paarden rijden aan. Paarden maken de volte. Standby. Valse start. Valse start. Komt u maar terug. Herverzamelen. De start blijft vrij. Kassa's voor koers 6 zijn nog steeds open. En de starter geeft mee dat de deelnemers hoger op moeten rijden. Zodat ook de lagere nummers goed weg kunnen komen. We gaan kijken of dat bij de tweede poging wel lukt. Paarden rijden aan. Maken de volte. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de drie papegaaienprijs en de eerste meters worden afgelegd. Lovely Luna Levi met catchdriver Tom Kooijman heeft de leiding genomen. Een paar mispassen aan de staart van het veld van I Love de Belland. En ook Keizer P. Boko kan de juiste gang eventjes niet houden. Maar vooralsnog is het Lovely Luna Levi die een gezonde voorsprong heeft genomen. Van een lengte 0-5 op de tweede plaats Isare de Barbré. Drie lengte daarachter volgt in derde positie dan Esperanzo Dipo. Met verderweg Pieter Wit en daarachter Lois Lane. Die wordt gevolgd door Keizer P. Boko die inmiddels de aansluiting weer heeft bewerkstelligd. En I Love de Belande volgt erachter. En verder achter nog Jonna Cavallo. En die heeft een berg te beklimmen. De paarden komen dan de bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd Lovely Luna Levi aan de leiding. Lovely Luna Levi heeft een volle lengte voorsprong. Heeft nu anderhalve lengte voorsprong op Isare de Barbré. Als de paarden dan over de mount komen. En op weg aan de overzijde van de baan. Deelnemers zullen aanstonds langs het laantje van Jochems komen. Zover is het nog niet. We zijn nu halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Lovely Luna Levi, een lengtevoorsprong op Isare de Barbré. 2,5 lengte daarachter volgt dan Esperanzo Dipo. Nu langs het laantje, verder weg Pieter Wit. Dan Lois Lane met Keizer P. Boko. Enkele lengte daarachter I Love de Belande. En die wordt op 3 lengte weer gevolgd door Jonne Cavallo. Dat is de situatie bij het naderen van de landscheidingsbocht. En tevens de laatste bocht. Met Lovely Luna Levi, die nog altijd een lengtevoorsprong heeft of Isare de Barbré. Derde positie is dan voor Esperanzo Dipo. En zo gaan we dan de laatste bocht in. Achter Esperanzo Dipo hebben we dan Pieter Wit. En achter Pieter Wit Lois Lane met Keizer P. Boko, Jonne Cavallo. En aangesloten is nu ook I Love de Belande. De paarden zijn halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Lovely Luna Levi, die iedere meter van de koers gezet heeft. Heeft nu een volle lengte voorsprong op de tweede plaats Isare de Barbré. Daarachter volgt als derde Piet de Wit. En zo komen we dan richting laatste rechte lijn. Daarachter aan de buitenzijde is het dan nog Esperanzo Dipo. En zo gaan we de laatste 600 meter in. Nu kijken wie de langste adem heeft. Met nog altijd Lovely Luna Levi die leidt. Lovely Luna Levi. Met op de tweede plaats dan Isare de Barbré nog altijd. Piet de Wit derde dan Keizer P. Boko. Daar komt Lois Lane aan de buitenzijde. We hebben nog 350 meter te gaan. Lovely Luna Levi. Kooijman kijkt eens waar het gevaar blijft. Nou, dat komt er in de vorm van Piet de Wit. En aan de binnenzijde ligt nog altijd Isare de Barbré. Aan de buitenzijde komt Lois Lane naar voren. Maar die heeft nog wel wat meters goed te maken. En het is vooralsnog aan de kop Lovely Luna Levi voor Isare de Barbré die een dijk van de koers loopt. Het is Lovely Luna Levi met Isare de Barbré, Pieter Wit. Dat is de uitslag en Lois Lane vierde.